Is het tekort aan leerkrachten in de stad gestegen en wel tot ruim 18%. Amsterdamse basisscholen kampten vorig jaar met een tekort van 175 voltijdbanen. Het lerarentekort in het primair onderwijs is op dit moment 18% en blijft groeien. Mijn naam is Jaap Druijsma, ik werk voor de Hogeschool van Amsterdam als onderzoeker. En deze documentaire gaat over een onderdeel van een onderzoek, namelijk wie kan er nog wonen en werken in de stad. En dan met name kunnen basisschoolleraren, de juf en de meester, kunnen die nog in deze stad blijven wonen. Mijn naam is Maria Kapteins, ik ben onderzoeker op de Hogeschool van Amsterdam. Vandaag zijn we hier in een studio van de Hogeschool samengekomen om het te hebben over het onderzoek wie woont of werkt er nog in de stad. Hoeveel wonen er nog in Amsterdam en hoeveel buiten de stad bijvoorbeeld? Hebben ze vaak kinderen? Hoe zit het met hun inkomen? Documentaire is onderdeel dus van het veel grotere geheel. Onderzoekers hebben uitgezocht hoe de afgelopen 10 jaar het zat met de onderwijzers in Amsterdam. Hoeveel wonen er nog in Amsterdam? Hoeveel wonen buiten de stad? Hoe is het met hun inkomen gegaan? En wat wij doen in de documentaire is zeg maar de mensen zelf aan het woord laten. De basisschoolleraren. Ik hoop dat in die zin de documentaire bijdraagt om hun positie te versterken. Ik ben Ashley, ik ben 24 jaar. Ik ben geboren getogen Amsterdammer, dat zeg ik met trots. Ik ben Jesse, ik ben 19 jaar oud. Ik ben inmiddels, mag ik mijn derdejaars student noemen, aan de Universitaire PABO van Amsterdam. Ik woon sinds 1,5 jaar hier in Amsterdam, in Nieuw-West, in een eigen studiootje. Ik ben Dominique, ik ben 28 jaar. En tijdens de coronatijd ben ik gaan zijnstromen. Want... Ja, we hebben in het onderzoek dat hebben we gedaan naar waar leraren wonen en hoe ze wonen, mm-hmm. zie ik vrij duidelijk dat juist jonge werken in het basisonderwijs toch steeds moeilijker een passende en betaalbare woning in de stad kunnen vinden. We zien in ieder geval dat in de afgelopen 10 jaar, dus tussen 2012 en 2020, dat percentage werken in het basisonderwijs in Amsterdam dat ook in de stad woont, is afgenomen. Dus van 57% naar 51%. En er wordt dus een steeds groter deel woont in de gemeente rondom de stad. Of zelfs daarbuiten, in de rest van Nederland. Zolang ik studeer mag ik hier blijven wonen. Dus ik heb een campuscontract, zo noemen ze dat. Ik moet elk jaar een bewijs van inschrijving aan een hogeschool of universiteit opsturen. Maar als ik ben afgestudeerd, krijg ik dat bewijs van inschrijving niet en moet ik hier binnen 1,5 jaar weg. Ik ben geboren in Amsterdam-Noord en daar ook eigenlijk opgegroeid. Dus ik ben heel blij dat ik er nu weer woon. Maar ik woon in een jongerenwoning en daar moet ik binnenkort uit. Mijn naam is Joost van der Brugge. Ik ben 31 jaar en ik woon in Amsterdam en ik ben leerkracht. Van groep 6. Een paar jaar geleden was ik op zoek naar een woning. Toen wist ik dat deze regeling er was om voorrang te krijgen op een huurwoning. Nou ja, we filmen nu in mijn huis, dus in mijn situatie is het gelukkig gelukt. Ik ben op de hoogte van de voorrangsregelingen. Volgens mij moet ik daar eerst voor zijn afgestudeerd. Echt een vast contract hebben voordat ik daar aanspraak op kan gaan maken. Ik woon in Amsterdam-West.
in een jongerenwoning. En we wonen daar, ik woon, nee, ik zeg we, omdat ik samen met mijn vriend woon. Ik woon met hem daar nu 2 jaar en over 3 jaar moeten we eruit. Eigenlijk zien we dat het percentage jonge werken in het basisonderwijs dat per jaar de stad verlaat, lag in 2020 op 13%. Dus het ruim 1 op de 10 mensen die uit de stad vertrekt. Al mijn collega's in deze leeftijd, die zijn wel nu aan het kijken buiten de stad eigenlijk. De groep die het snelst groeit is die groep in het oranje hier, die in de particuliere huur woont. En daar betalen ze vaak in de vrije sector gewoon hoge huurprijzen. Omdat er eigenlijk geen andere opties zijn. Ja. Ja, ook wel raar dat een koopwoning niet meer, of in ieder geval minder toegankelijk is. Nou ja, verhuizen, daar word je op een keer ook moe van. En ik weet gewoon hoe spannend het is als je niet weet waar je komt te wonen, maar er is wel een bepaalde druk of een tijdsdruk of echt een woning nodig. Ja, maar ik sta dan op straat. Het idee geeft je gewoon heel veel stress. Ik vind het op dit moment heerlijk om in Amsterdam te wonen. Ik woon er al 12 jaar met heel veel plezier. En ik zou ook niet zo snel weg willen, omdat ik het gewoon een heerlijke stad vind om te wonen. Ik vind de urban vibe die ik krijg, de ervaringen die ik ervaar, of wat ik meemaak, dat neem ik wel mee in de klas. Naar theaters, naar toneelstukken, naar toch ook wel de cafeetjes, de kroegjes in Amsterdam. Daar hou ik van en ik merk dat je echt mee kan doen in het studentenleven, kan pas als je echt woont in Amsterdam. Mijn naam is Sean Wild. Ik ben 34 jaar oud. Ik woon en werk in Amsterdam nu 8 jaar. En ik geef les op een Montessori basisschool in de Pijp. Ik heb kinderen in de klas, zullen we maar zeggen, van de groenteboer. Kinderen die wonen in sociale huurwoningen. Kinderen die uit Oostenrijk of Zwitserland komen wonen. Die misschien hun ouders die woningen huren, maar wel voor een hoge prijs. Dus het is echt een diverse populatie die hier in de Pijp woont. Amsterdam is behoorlijk gesegregeerd. Dat merk je heel erg bij deze studie. Zo was mijn laatste stage, had ik een klas met 0 kinderen met een volledig Nederlandse achtergrond. Terwijl op een stageschool in Uit-Zuid komen kinderen, worden met een warme maaltijd naar school gebracht in papa's Tesla. Terwijl op mijn huidige stageschool schoolontbijt verzorgd moet worden. Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten welke populatie kinderen je in de klas hebt. Dat je weet waar ze vandaan komen, waar ze wonen, hoe die wijk is. Dus ook de school waar je werkt. Voor de docenten die daar werken is het belangrijk om hun wijk te kennen. Toen ik de overstap maakte naar Amsterdam, toen kwam ik veel meer in aanraking met multiculturaliteit. En dat is iets wat mij persoonlijk gewoon ontzettend interesseert. Het onderwerp diversiteit. De thuissituatie van kinderen is vaak anders dan ik die zelf heb gekend. Ik ben zelf natuurlijk ook niet in een grote stad opgegroeid. En helaas is het wel zo gesegregeerd en in die zin wel ongelijk. Het is echt een weerspiegeling van de samenleving, mijn klas. En dat vind ik wel heel boeiend en belangrijk. Omdat ik denk in deze tijd zeker is het heel belangrijk voor kinderen om te leren om met elkaar om te gaan en met verschillende soorten mensen om te gaan. Ik word nu opgeleid om les te geven in een diverse stad. Dus daar kies ik ook echt voor. Dus ik wil niet op een of andere dorpsschool ergens dan les gaan geven. Ik wil hier les geven waar alles gebeurt. Ja, ik zou mezelf wel omschrijven als rolmodel. Ik zou mezelf zeker omschrijven als rolmodel. Dat hoop ik ook dat die kinderen dat zo zien.
Ik wil vooral uitstralen, en ik hoop dus dat ik dat ook uitstraal, dat mensen met een kleurtje, zeg maar, ook dingen kunnen. En nou ja, de meeste kinderen hier op deze school, die hebben ook wel een kleurtje. Of, nou ja, goed, die zijn niet per se van typerend Nederlands of van afkomst. Dus ja, ik denk dat ik daarin wel probeer te laten zien van, hey, jij kan het ook. Een van mijn docenten die zei ooit heel mooi van, sommige mensen denken misschien dat je oppast voor 23 kinderen, maar je bent alles. Je doet alles met ze. Je geeft ze geschiedenis, taal, maar je leert ze ook hoe ze met elkaar om moeten gaan of hoe ze een spel moeten spelen. Dus je bent alles voor die kinderen. Ik moest iets kiezen voor, om een studie te kiezen en ik koos hiervoor omdat het me leuk leek om met kinderen te werken en een universitaire studie te doen, maar ook iets praktisch erbij. En wij zijn natuurlijk ook, denk ik, een van de belangrijkste momenten van een kind in hun leven. Wij zijn de basisschool. Wij leggen de basis aan. We bereiden die kinderen voor op de maatschappij. Je vindt het leuk om dingen te organiseren. Je werkt volgens mij wel graag met kinderen. En je staat ook wel, nou ja, graag in de belangstelling. Of in ieder geval, je hebt een soort centrale rol. Die neem je graag op je. Vooral afgelopen maandag, toen was het wel intens, want dat is weer de eerste dag na de vakantie. En dan merk je dat echt wel lichamelijk, dat je denkt van, even niks die avond gewoon. Echt lekker op de bank, filmpje kijken en niks meer doen hoor. Als je hier een dag hebt gewerkt, dan wil ik op de fiets stappen, de wind door mijn haren en dan kan ik het loslaten. Nou, mijn naam is Hilde en ik heb mijn bachelor in lerarenopleiding gedaan voor Engels specifiek, dus middelbare schoolonderwijs. Ik woon in Nieuw-West met twee huisgenootjes. Momenteel zit ik niet meer in het onderwijs. Wanneer er al een groot tekort is op een school, is het heel zwaar voor de andere collega's. Ik weet van scholen in Amsterdam waar er een tekort is van meer dan 40%. Dus 40% van de mensen die voor de groep staat, is een niet-bevoegde. Ik werkte dan 3 dagen in de week en met 160 leerlingen in een week ongeveer. En dan 7 uur per dag lesgeven. De druk werd wel erg hoog. Ik merkte dat ik met 3 dagen in de week werken toch ook wel heel erg gestrest was. Terwijl ik eigenlijk vond dat 3 dagen is het minimum voor mij dat ik werk. En dat ik eigenlijk toch na 3 dagen gewoon zo zwaar in mijn tak zat, dat ik dacht, dit is niet leuk meer. Dus toen ben ik uiteindelijk daar gestopt. We staan hier vandaag op de Zuidas in Amsterdam. Ik ga hier straks posters ophangen en flyers uitdelen aan de mensen die hier op straat rondlopen. Mensen die vaak hier goed salaris verdienen, maar toch niet allemaal echt iets bijdragen aan de maatschappij. En ik ga hun proberen te verleiden voor een carrière voor de klas. Daarmee lopen we nu tegen tekorten in de publieke sector aan. Tekorten in meer praktische beroepen. Ja. En dit gaat Nederland als kenniseconomie heel veel geld kosten op de lange termijn. En het vereist dan politieke moed en wil om daar een stokje voor te steken en wel echt structureel gaan investeren. En vooral de aanwas te vergroten. En ook erkennen dat status van beroep hand in hand gaat met de salaris. Ik denk door de jaren heen dat het vak leraar wel een soort onaantrekkelijk karakter heeft gekregen op de manier zoals het in het nieuws is gekomen.
Ja, dat klopt ook. Maar ik geloof niet dat je mensen het onderwijs inhaalt als je dat constant maar blijft benoemen. Ik denk ook dat je als maatschappij een enorme verantwoordelijkheid hebt om dus anders te gaan kijken naar, en niet alleen onderwijs natuurlijk, maar daar hebben we het nu even over, maar naar die essentiële beroepen. Van, ja. Nou, daar moeten we dus gewoon anders mee omgaan. Ja. Want we kijken wel die films waarin een docent een extra bijbaantje neemt om boeken te kopen. En dan leven we allemaal mee. Maar eigenlijk moeten we, het is eigenlijk heel gek dat we daar niet denken, dat kan toch helemaal niet? Nee. Hier moeten we wat mee of zo. Tegelijkertijd wordt vaak gezegd dat we alles al hebben gedaan om het leraartekort op te lossen. Daar ben ik het niet mee eens. Ik zou zeggen, als je echt leraren wilt trekken, maak die opleidingen gratis. Geef stagevergoedingen. Geef voorrang aan woningen voor PABO-studenten. Er zijn altijd bewust studenten die kiezen om hier in de grote stad Amsterdam les te geven. Omdat ze getriggerd zijn door die grote stad, wat die allemaal te bieden heeft. Qua culturele instellingen, maar ook de kinderen die er wonen. We hebben natuurlijk heel veel diversiteit in Amsterdam. Ja, en dat is natuurlijk heel interessant om daar les aan te geven. Het gaat mij er meer om dat ik eigenlijk vind dat iedereen moet voelen dat leraar zijn het belangrijkste beroep van de wereld is. En dat daar wel iets meer waardering voor mag komen. In ieder geval wil ik wel toegang hebben tot een betaalbare woning. Niet dat de helft van mijn inkomen opeens verdampt naar huisvesting. Aan de ene kant denk ik, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Omdat het al dus zo moeilijk is. Wij en 10.000 andere mensen die een huis zoeken, zeg maar zo. We gaan gewoon actief zoeken. Misschien niet middels woningnet dat het gaat worden. Maar dat we misschien wellicht een middensegment segment huurwoning dan vinden. Voor mij zou het heel erg helpen als die datum dat ik mijn woning uit moet niet zo hard is. Dus dat daar gewoon dat daar wat speling in kan komen om dus die overgang te maken naar een andere woning. En wat fijn zou zijn is dat ik nu al traject kan opstarten om aanspraak te maken op de voorrangsregeling. Nou, dat is heel fijn dat de gemeente daar nu in het gat springt en die woningen beschikbaar stelt, aanbiedt. Maar dan ben je dus als leerkracht, heb je zo'n belangrijk beroep, ben je alsnog afhankelijk van een sociale voorziening, in dit geval de gemeente, om een woning te krijgen. En dat brengt ook een bepaalde onzekerheid met zich mee. Zie je jezelf dan over een aantal jaar, als je gaat werken, in Amsterdam nog wonen? Of denk je dat je dan dus, wat denk je dat je dan gaat doen? Oeh, vind ik een lastige vraag. Ik denk dat ik sowieso na mijn studententijd, op een gegeven moment, als ik mezelf wil gaan wonen, ga ik wel uit Amsterdam. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, dat vind ik zorgwekkend. En dat worstel ik zelf ook mee als student. Ga ik hier later blijven wonen? Ga ik daarvoor kiezen? Ja. Mijn hart ligt sowieso in Amsterdam. Dus het liefst en ook gewoon met de levensfase waar ik nu in zit. En gewoon hoe ik nu op dit moment in het leven sta. Zou ik wel heel graag in Amsterdam willen verder leven. Het voelt gewoon af en toe dat er voor mij geen ruimte is. Omdat mijn ouders geen miljonair zijn. Dit is mijn thuis. Amsterdam-Noord echt is mijn thuis. Het is gewoon het dorp, aan de stad waar ik ben opgegroeid. Ik heb hier alles meegemaakt. Ik zou het heel erg vinden als ik niet in Amsterdam kan blijven wonen. Thank you.